Welkom bij aflevering 8 van Minecraft. Ja, de 8e aflevering. 8e aflevering alweer, zo. 8e. 8e. En vandaag, dan moeten we toch echt wel een tempootje gaan maken in het kasteel. Ja, we hebben ook buiten de uitzending om de gracht gemaakt. Ja, klopt. En jij bent nu bezig met een brug, zie ik. Ja, maar moeten we nog... Ja, maar ik zat te denken aan een houten brug. Dat is toch altijd bij een kasteel? Oh, ja, klopt. Even hout halen. Ja, heb jij nog hout? Ik niet, namelijk. Okay, nou, ja, hier staat een boom, dus die hak ik wel even om. Nou, dan ga ik in die tijd even verder aan de voorkant. Aan de voorkant zullen we die gewoon helemaal dicht maken? Dat is misschien wel leuk, hè? Ja, de voorkant, ja, ik weet ook niet, hè. Gewoon... Achterkant is natuurlijk helemaal dicht. En de voorkant open laten is wel leuk, denk ik. Ja, maar ik dacht, ik zat iets zoiets te denken aan dit. Even kijken. Oh, hier gaat het weer helemaal de verkeerde kant op natuurlijk. Nou, moet je even kijken of... Ik heb verschrikkelijke keelpijn. Hoe komt dat? Ja, want ik weet ook niet. Komt opeens opzetten. Oké, nou ja, jammer. Kijk eens even of je dit wat vindt. Even kijken. Waar is het stil? Oh, hier. Ja, ik was verdwaald in het bos. Tussen de bomen. Ik kom kijken. Bomen hakken. Is goed, toch? Ja, de voorkant bedoel je dan, hè? Ja. Dus ja, is mooi, toch? Maak hem gewoon dicht. Alleen, ik vind het hier zo gek. Kijk, hier heb je zo'n tussenstuk. Oh ja, dat hebben we hier natuurlijk ook. De lobby, hè? Ja, de lobby. Ja, maar kijk, hierachter, hè, hebben we twee van die palen. Dat zijn dan de torens. Ja. Yeah. Ja, dan moeten we ook nog een trap naar boven zien te maken, toch? Ik vond het in de torens? Ja, is wel leuk. Ja, maar kijk, hè, hier heb je de torens, maar je ziet niet meer van binnen dat er torens zijn. Kijk maar eens beneden. Oh, nee, zo, nee, ik snap je, ja. Kijk, hier. Let op, hier moet zo'n toren dan zijn. Maar dat zie je niet door, ja. Ja, ik snap je. Maakt dat heel veel uit? Ah, niet heel veel natuurlijk, maar ja. Oké, nou, we gaan weer naar boven. Het is wel mooi als we het hier dicht maken, toch? Ja, dat klopt. En dan ramen erin, tralies. Kan jij dat doen? Dan, ik ben nog bezig met de bovenverdieping. Even kijken. Ja, dan maak ik eerst nog even een brug. Oh ja, een houten brug. Heb je hout? Ja, moet ik even een crafting table. Oh nee, dat kan natuurlijk ook gewoon zo. Hout heb je geen crafting table voor nodig. 43 hout. Wow. En mijn hele inventory zit vol. Dat is wel vervelend. Een hele inventory zit vol. Een hele inventory. En vandaag gaan we het natuurlijk ook ergens over hebben. Ja. En waar gaan we het over hebben, Dimmy? Over je grootste ergernis. Ja, want ik geloof dat iedereen wel eens... Hé, dit is wel nice op zich. Ik geloof dat iedereen wel een ergernis heeft. Waar heb jij echt een hekel aan of een ergernis? Waar erger jij? Kan jij je aan ergeren? Aan een overvolle trein of metro. Oh, ja. Heel herkenbaar. Heel herkenbaar is dat. Heel even kijken. Dan moeten we... Ik ga nog wel eens met de metro, omdat ik natuurlijk nog geen rijbewijs heb. Nee, en... Dan zit je dan zit je in zo'n metro en dan moet je staan en dan zit het hele pad nog helemaal vol. Weet je waar ik altijd een hekel aan heb dan? Aan van die omaatjes. Kijk, ik wil best opstaan voor een... klopt dit zo? Voor een ouder iemand, maar diegene moet niet denken van... Oh, ik ben oud, ik mag dat, weet je? Nee. Want ik heb dat een keer gehad, dus in een bus. Daar stond er zo'n oud vrouwtje. En die stond, er stond een hele lange rij in de bus. En de vrouwtje dacht, ik piep even voor onder de spiegel. Die knalde dus met de... hoofd tegen de spiegels aan. En dus ik zei tegen haar, ja, had je maar niet vol moeten dringen. Doei. Ik wil best ervoor rekening mee houden, maar je moet niet denken van, oh, ik ben oud, ik mag dat. Weet je, dat vind ik een beetje apart. En ik moet zeggen,
Je moet zo eens even boven komen kijken. Dit ziet er aardig netjes uit, moet ik zeggen. Ja, toch? Het lijkt een soort gevangenis, dit. Ja, maar mijn tralies zijn op. Ik weet niet of jij het nog hebt. Oh ja, heb ik wel. Kijk, dit is wel mooi op zich. Ja, ik heb 64 tralies. Oh Als ja. je... Maar beneden, hè? Ja, dan moeten we ook nog de kelder afmaken. Dat was ook nog niet echt af. Nou, dan kan jij toch vast aan beginnen dan, of zo. Oh ja, goed idee. Ik zou nog iets doen. Oh ja, die torens bouwen. Helemaal weer vergeten. Oh ja, en is Ik heb... die brug die staat er dan al, of niet? Echo, Ja, trouwens. ik vind het alleen niet zo mooi. Ik hoor een Misschien weet jij echo. nog iets wat we erbij kunnen bouwen. Hallo? Hallo? Echo? Ah, nee, niet meer, niet meer. Oh. Ik zal eens even kijken. Even Ja, kijken. ik weet niet hoor, die brug. Beetje saai, hè? Ja, ik moet zeggen, ik denk. Zou er niet iets aan vast kunnen bouwen dat die, zeg maar, wat langer of zo wordt? Of ja, ik weet niet, een soort ophaalbrug moet het eigenlijk worden, toch? Ja, maar hoe wil je dat doen? Blokkerig is het, hè? Ja, dat is ook weer zo. Sowieso moet er hier een hele grote deur komen. Ja, je kan natuurlijk niet zo binnenkomen in een kasteel. Even kijken hoor. Dus dan moet het zo een beetje worden, denk ik, hè? Ja. Zoiets, ja. Oké. Nou ja, de grote ergernis. Ja, wat is mijn grootste ergernis? Ik denk wel. Is mijn grootste ergernis. Criminaliteit. Dat is mijn grootste ergernis. Ja, En daar erger ik me ook wel eens aan, hoor. Zo. van die gasten, en ik wil niet discriminerend overkomen. Echt niet, maar dat zijn. Als het van die buitenlanders zijn. Kijk, het kunnen ook net zo goed Nederlanders zijn, hoor. Maar als het van die buitenlanders zijn, dan denk ik van je bent hier een soort van te gast. Verkloot het nou niet, weet je? En dan wordt het allemaal zo stoft aangepakt. Dat is net als hoe heet het? Hoe heet dat nou? De gevangenis. Kijk, hier is het een gevangenis. Dit is gewoon een gevangenis zoals het moet zijn. Nee, wat is het in Nederland? Als je je gedraagt, krijg je er een PlayStation bij. Nou, dat is leuk. Ja, Dan kan nou geef je. mij ook maar een gevangenis. Ja, precies, dat wou ik zeggen. Gratis onderdak. Ja. Gratis eten. Nou, ik moet zeggen, het is wel aardig mooi aan het worden. Oh, ik ben het ook beneden hetzelfde aan het maken. Moet je even kijken anders of ik het goed doe, want... Het zal toch wel? Oh, er klopt iets niet helemaal in. Even kijken hoor. De onderkant die moet inderdaad zo zijn. Dan tralies, maar daarboven daar is het zeg maar. Moet even kijken hoor. Het is hoger beneden. Ja, klopt. Dus dat klopt het wel. Ja, zo moet hij wel Heb jij hebben. nog? Oh nee, ik heb zelf nog tralies. Hier zo. Ja, je kan ook de bovenkant die bovenste gewoon dichtmaken, dan is het gelijk. Oh ja, maar hun, wacht eens even. Hier is de trap naar de kelder. En Oh. dan hier was de trap naar boven, dus. Oh, dan doen we dat gewoon erin houden, toch? Ja, dit gewoon open zo. Zo dan. Ja. Maar ik vind, ja, hoe kom je dan op het dak, vraag ik me af. We moeten eigenlijk die trap zo door zouden moeten maken. Het kan nog, kijk hier. Maken we die trap gewoon door. Maar het dak is ook wel een beetje saai, hè? Ja, maar we willen toch nog naar het dak, hè? Oh. Ja. Nou, dan maken we dat toch niet zo'n probleem. Oh. Kijk, dan gaan we gewoon hier. Kijk Ik hoor. maak het dak even anders, hoor. Het dak gaat eraf. Let op. Nou, ik ben benieuwd. Even kijken, moeten we het dak er even Ja, afhalen? misschien is het leuk om ladders aan de zijkant te maken. Dat je ook in die torens omhoog kan met een ladder. Ja, toch? Kijk, dit is wel vet. En dan kom eens hier, op het dak. Kijk, let op, hier. Wacht even hoor.
Dan moet hier er nog eentje komen. Zo, kijk, dit is wel vet op zich. Ja, maar let op, kijk. Ik was hier mee bezig. Kijk, dan heb je hier zo'n ding, zo'n toren. Dat heb je ook in een echt kasteel. Dan heb je hier, maken we helemaal zo'n ladder. Ik zal het even laten zien. Daar heb ik er nog een paar van. Zo'n ding, kijk, zo'n ladder naar beneden helemaal. Mm-hmm. In elke toren. En dan gewoon en dan hier een trap, zoals wat jij aan het maken was net. Deze trap omhoog. En dan, dit is voor het dak en dit voor de torens. Zo'n ladder. Oké. Okay. En wat vind je daarvan? Ja, dat is wel een goed idee, toch? Ja, toch? Ik ga hier alleen nog even de... Even kijken, dit wordt dan ook hun ding. Even kijken. Ja, het begint er wel aardig op te lijken. Ja, nou mag ook wel. We zijn al heel lang bezig. Even kijken, nou, dus jij, ik vind het allemaal best, jij hebt hier dingen, dan ga ik hier in de middelste verdieping nog eens kijken of we dit iets aan kunnen doen. Want dan moet natuurlijk ook dit, en dan de zo. Heel saai. Is het dan, wordt dit zo? Even kijken. Zo. Ja, en wat is nog meer een grote ergernis? Ja. Ja. Een hoop dingen, maar... Ik kan zoveel opnoemen, maar ja, de grootste ergernis. Ja, dat is eigenlijk toch wel de criminaliteit bij mij, hoor. Nou, Dat is ook een ergernis bij mij, maar ik vind de trein, ja... Moeilijke. Trein, criminaliteit, ja, dat allebei ligt... wel erg. Criminaliteit vind ik erg. Kijk, trein, ik snap het wel met de trein, maar... Kijk, als jij een beetje aardige mensen hebt... om je heen, dan is het niet zo erg, vind ik dan. Hey, heb je gelijk in, klopt. Kijk, je hebt alles van die... Ik heb wel eens bijvoorbeeld, dat vergeet ik nooit meer, er was eens een keer zo'n oud omaatje, die was er aan het slapen in de trein tegenover me, en die had echt zo, had niks mee, alleen een appel, en die beschermde echt die appel gewoon of het de leven was. Ja, zoiets, echt, ik had daar toen stiekem een foto van gemaakt. En ja, als ik heel goed ga zoeken, dan moet ik die nog wel een keer ergens tegenkomen. Maar ja, dat zijn allemaal van die kromme dingen. Ik weet niet of je dat weet, van die kromme dingen die je dan nooit meer vergeet, zeg maar. Heel apart is dat. Nou, ik zal eens komen kijken hoe ver jij bent. En dan even kijken. Waar ben jij? Hallo, waar ben jij? Hallo, hier beneden. Waar beneden? Hier. Oh nee, even kijken. Oh nee. En volgende week moet hij dan af zijn, hè? Ja. Dan is de kerst alweer voorbij. Zo, wat gaat het hard. Volgende week de 28e. Gaat echt hard, hè? Ja. Het is alweer bijna 2015. Even kijken hoor, want ik heb het hier eventjes... Want heel kritisch gaan we dat doen. Dat doen we zo. Zo, even kijken. Ja, echt, wij zijn eigenlijk wel een beetje Minecraft-noobs, hè? Ja. Inderdaad. Echt hoe wij sommige dingen ook doen. Ik heb een keertje... Was ik een keer met iemand aan het skypen en toen moest ik even een andere print screen maken. Maar toen vonden mensen het helemaal geweldig hoe ik dat deed. En dat was echt op een noob manier. Weet je, iedereen werkt met Photoshop en dan kom ik daarna met Paint, zeg maar. Ik weet niet waar jij bent nou, maar... Op het dak. Op het dak. Oh, dan lag je ze je vierkant uit. Ja, precies. Zo, gaan we naar het dak. Ik vind die trap echt vet worden. Hier nog even... We gaan zo nog uit. Maar veel mensen denken ook van, wat is dit voor een kasteel? Het ziet er niet uit. Wij kunnen beter bouwen. En ja, wij moeten het nog leren. Hè? Voor beginners ziet het er toch best goed uit, of niet? Ja, maar er mist alleen nog één ding. Een rand. Een rand? Oh! Wacht, dat gaan we even maar maken. Dat simpele randje, dat lukt mij ook nog wel. Dat doen we van die keistenen, denk ik, hè? Ja, toch? Oké, okay, nou, dan gaan we, zal ik zo meteen eventjes, er staat hier random een trap, hoort dat? Ja, nee, dat hoort niet. Oh. Ik ga eventjes laten zien wat wij tot nu toe gebouwd hebben.
En Ja, er dan. zitten ook nog trappen aan de zijkant, joh. Die had ik toen bij de. Een paar weken Oh ja, voor terug. de bouw. Wat? Voor de bouw ervan. Ja. Ja, Ja. haal ik gelijk ook weg. Heb ik gelijk trappen. Komt goed uit. Zo, nou, dit is dat. Is dat. Ik ga eventjes alles laten zien aan de buitenkanten. En dan zit het er helaas alweer op de. Achtste aflevering alweer. Dat gaat echt snel, joh. Volgende week de tiende. Ah Nee, ja, nou, de tiende, dan moet ons kasteel afkomen. dat zou wel heel mooi zijn. Ja, dan is het eind van het jaar. Ja, de tiende aflevering, 28e, laatste van het jaar. Dat is wel heel mooi. Even kijken. Kijk, zo ziet de voorkant uit. En ik moet zeggen, hij ziet er netjes uit. Ik zie daar alleen nog een gat wat even weggewerkt moet worden. Dan moeten we nog even kijken of dat kan dat zo. Nou fijn, dan moeten we dan nog even kijken. Er zitten nog een paar wat foutjes in. Maar hij ziet het zo van op het eerste ogenblik ziet hij er mooi uit. Nou, dan gaan wij, lopen wij naar boven. Dan gaan wij hier naar de. Hebben wij de onderverdieping, daar moet er nog iets komen. De kelder moeten we nog afmaken. Hebben wij hier de eerste verdieping. En dan kan je daarna gelijk doorlopen naar het dak. En dat is hier dan. Het is simpel, maar het is toch wel. Voor een paar Minecraft-noobs moet ik zeggen, het ziet er toch leuk uit. Vond jij het nou ook leuk? Vergeet dan zeker niet te abonneren. Dat kan je doen op de knop op de pagina hier. Doe een duimpje omhoog, dat zullen we hartstikke leuk vinden. Ja, En. en bekijk ook onze andere video's. Precies. Oh, trouwens. Farming Simulator, RuneScape. Wat hebben we nog meer? Binnenkort kunnen we wel weer eens een Train emergency doen. Simulator. Emergency Wat? doen. Emergency, oh ja. Nou, dat vond ik wel, was wel leuk, toch? Maar goed. Ja, dat was aan het begin, toch? Een Ja. paar weken geleden alweer. Maar goed, we gaan volgende week verder. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei!